Sportvereniging Zien Acht Karspelen maakt zich nog heel iets zwaarder over het nieuwe sportbeleid dat er takken moet aan ons zitten komen. De gemeente wil namelijk dat verenigingstenooi onsprakelijk binnen voor ongelukken op haar sportterrein. Onleiding is een dodelijk ongeluk in Twiesel, Maaie Vlinier. Toen kwam een Famke van Tsien om het leven, doet een duk oud instwatten. De sportvereniging is binnen benauwd dat het aantal vrijwilligers weeromrint door de nieuwe maatregel. Je weet dat korfbalvereniging, voetbalvereniging, tennisvereniging, neem maar op, dat ben je vrijwilligers die te dwaan hadden. Dus ik de bestuurder ben vrijwilligers. En als die dan geconfronteerd worden met dit soort zware discussies en zware verantwoordelijkheden, dan hek je ze al bij wij bang. Voor de toekomst, dan krijgen we hier geen mensen meer die we dwaan willen. Zo iemand die wil nog wel veel meer, maar die wil net de verantwoordelijkheid hebben als er wat gebeurt. Het had te krijgen met de ondergrondjes van de gemeente, de groenten van de gemeente. En wil je dat goed regelen, dan, en dat willen we dus nog wel dwaan, zodat helder is wat wij verantwoordelijk voor is, zodat elk hem ik daarvoor verzeker ik in, werd je verantwoordelijk voor binnen. In de praktijk bloeien die dingen die in eigendom van de vereniging winnen, daar bloeien ze verantwoordelijk voor. En, ja, en daarmee ook onsprakelijk, maar daar moet ze haar dan ook voor verzekeren. Er is nog een alternatief waarbij de gemeente onsprakelijk bloot, maar dan moet de vereniging voor de verzekeringskosten opdraaien. Maar als gevolg dat de contributies omheen moeten om de kosten te dekken. We hebben ze alle gelijk behandeld, maar als we voor iedereen echt meer dwaan moeten, ja, dan zal die daar toch wat voor betalen. Maar dat zal niet ons kennen. Nou, dat gaan we ze even uitreiken, dat staat op het marchet. En als de plannen teruggaan, dan worden verenigingen geconfronteerd, kan geconfronteerd worden met zo'n lastenverhoging tussen de 50 en de 75% van de huidige lasten, die het al vrij hoog zijn in eigen van de verenigingen. Ja, en dat al je nog te dragen voor de clubs. Ik bedoel, dan moet je dat ook al je weer op je leden afwentelen. En die staan er direct net op springen in deze tijden. 10 december wordt er een definitief besluit genomen over de nieuwe plannen.